onze doel is om dit jaar naar 8 miljoen te gaan. En we willen binnen 3 tot 5 jaar toch wel richting de 30 miljoen. Als we even alleen naar de omzet kijken. Toen we in Nederland aankwamen, waren we binnen een jaar waren we uitgeprocedeerd. En we mochten hier dus niet blijven. En toen zijn we ook 12, 13 jaar illegaal geweest. Welkom bij Lotgenoten Podcast, de podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Koen Stam, naast mij zit Jao Knoppert en wij zijn de host van de Lotgenoten Podcast. En voor de mensen die altijd vragen wat wij nou precies doen qua onderneming, zijn mensen ook wel benieuwd naar. We hebben onze eigen YouTube-agency waarmee we ervoor zorgen dat bedrijven meer klanten binnenhalen in slechts 1 uur per week. Maar genoeg daarover. Want tegenover ons hebben we een speciale gast zitten. Niet zomaar een gast, want hij heeft inmiddels 4 bedrijven. Hij is van vluchteling naar miljoenen business gegaan. Hij heeft 4 bedrijven: BM Tech, Tauron BV, Plexideal en Woodlaser BV. Het mooie hieraan vind ik wel dat jij niet alleen goed bent in je bedrijf. Je bent tegenwoordig ook een vader van een pasgeboren dochter. Je bent ook een man met veel geduld. En het allerbelangrijkste, ook wel een leider met een visie. Dames en heren, tegenover ons zit Bakshik. Bakshik, welkom. Dankjewel, jongens. Welkom. Bakshik, ik heb eigenlijk 1 ruwe en directe vraag die onze luisteraars altijd heel graag willen weten van grote ondernemers. En dat is, wat is jouw omzet geweest vorig jaar of afgelopen jaar? Afgelopen jaar hebben we bij elkaar, denk ik, zo 3,5 miljoen omgezet. Dat is niet mis. Dat is niet weinig. Goed bezig. Het is een goed begin. Dat is de instelling. Man met een visie, hè? Zei precies. Ja. Maar dat is mooi. En dan, kijk, voor de meest luisteraars, moet ze altijd even wel beseffen wie er namelijk in de, zeg maar, als gast in de podcast erbij zit. Kan je wat vertellen wat jij nou precies doet met je business? En dan gaan we daarna gaan we eventjes wat meer kijken, want ik zei het net al, ik ben natuurlijk ook vluchteling. Hoe dat nou precies allemaal is ontstaan. Want dat vinden wij altijd reuze interessant. Maar wat doet jouw business nu eigenlijk? Ja, ik zal even inzoomen op BM Tech. Ja. Vandaag. Ik heb natuurlijk nog inderdaad 3 andere bedrijven. 90% van mijn tijd zit ook in BM Tech. Dus ik zal, want daar is het ook mee begonnen. Wat BM Tech doet, wij houden ons bezig met het lasersnijden van kunststoffen, kunststofhalffabrikaten. En onze klanten zijn voornamelijk machinebouwers. Dus wij lasersnijden kunststofhalffabrikaten die machinebouwers verwerken in hun machines. En dat kan heel breed zijn, maar we hebben ook, we leveren bijvoorbeeld ook rechtstreeks aan Tesla nu. We leveren aan alle VDL-vestigingen zowat in Nederland. Dus het is heel breed, maar wij lasersnijden dus kunststoffen voor de maakindustrie. Ja. Ja. En je noemde net al een heel mooi voorbeeld ook over corona. Omdat je in de coronatijd dat het geen slechte tijd voor je was, maar dat jullie juist meer konden uitpakken. Kan je daar wat meer over uitleggen? Ja, kijk, corona die heeft ons qua omzet niet geraakt. Omdat wij zaten al, sinds 2013 al in de kunststoffen. En ja, met corona hebben we natuurlijk al die glasheldere schermen gezien. En daar hebben we, want onze reguliere klanten die normaal de omzet deden, die deden toen een stap terug. Dus redelijk wat omzet viel weg. En wij hadden natuurlijk een aantal doelstellingen qua omzet die we toch wouden behalen. Dus toen zijn we op zoek gegaan van dit kan nu niet. Wat zouden we nu wel kunnen doen? En toen kwamen we al heel snel, ook door onze netwerk, ja, tegen de glashelder schermen aan. En daar hebben we echt een jaar lang ontiegelijk veel van geproduceerd. Ja, ja man. Ja. Is dat gewoon toeval geweest? Die schermen die waren natuurlijk nodig. Op den duur, ik weet het niet eens meer, maar volgens mij waren ze ook verplicht. En er was een ontiegelijke vraag. En het is toeval. Kijk, het is ook wel geluk hebben als we bijvoorbeeld een restaurant hadden en we moesten dicht. Ja, dan moest je dicht. Ja, dat is anders geweest. Ja, sowieso. Ja. Ja, dat is wel interessant, man. Ja. Kijk,
Je zei het net ook al, hè, en dat is belangrijk voor de luisteraars, want dat pakte mij net wel. Het is nog niet zo heel lang dat het zo goed gaat. Nee, nee, het is nog niet. Wat we dit jaar gaan doen, is alweer meer dan bij afgelopen 7 jaar samen. Wow. Dus op den duur kom je in een sneltrein. Alleen je moet het wel eerst opbouwen. De hele. En ik geloof ook heilig in dat we volgend jaar weer hetzelfde zullen zeggen. Want je leert continu. Je bent continu jezelf aan het verbeteren, je bedrijf. Dus ja, bij mij heeft dat wel even geduurd. Hè. We hadden net over dropshippers die in een hele korte tijd heel veel omzet deden. Bij mij ging het, de eerste jaar was het 5000. Ik was intussen ook nog aan het studeren. Ik was niet fulltime met BM-Tech bezig. Ging van 5000 naar 30, van 30 naar 150, naar 400, naar 1 miljoen en daar weer overheen. Dus ja, bij mij heeft het wel even geduurd. Ja. Maar tegelijkertijd, we zaten wel in een hele traditionele business. De klanten die we nu hebben, ja, daar kom je gewoon niet heel makkelijk tussen. Je moet daar echt eerst jezelf bewijzen, je moet een naam hebben. En dat is hoe ver we nu zijn. En onze groei zit echt in een hypergrowth nu. En we hebben zelfs nu op dit moment al onze verkoopkanaal, alle marketing een stop moeten zetten. Omdat we ja, qua productie niet meer aan kunnen. Ja, we zijn nu continu mensen aan het aannemen. Dus ja, nu gaan we echt mooie dingen doen. Ja. Ja. Ja, man. Waar wil je dan heen groeien? Zeg maar? Want ik denk dat je naast, je zegt je gaat elk jaar eigenlijk zo'n beetje over de kop volgens mij. Zeg ja. Maar. Heb je dan ook een soort van einddoel? Dat je zegt van oké, okay, daarom ben ik nu zo hard met die sprint bezig. Mm-hmm. Onze doel is om dit jaar naar 8 miljoen te gaan. En we willen binnen 3 tot 5 jaar toch wel richting de 30 miljoen. Als we even alleen naar de omzet kijken. Binnen nu en ja 3 tot 5 jaar naar 30 miljoen omzet. En het lijkt me wel geweldig om een keer 100 miljoen in een jaar om te zetten. Puur omdat je, ja, je moet wel een bepaald niveau bereiken om dat te kunnen behalen. En ik vraag me af waar je dan moet staan, zo, gewoon persoonlijk. Ja, ja precies. Ja. Je moet als persoon naar die 100 miljoen toe kunnen groeien. Zeg exact, maar. Ja. Maar dat is wel anders, hè, want je moet een andere persoon zijn om naar die 100k toe te werken. Op een gegeven moment, voor 1 miljoen moet je een andere mindset hebben. Dan praat jij nu eigenlijk al van, ja, 1 miljoen, 10 miljoen, die 30 miljoen, 50 miljoen gaat wel lukken. Maar 100 miljoen, daar heb ik weer een nieuwe mindset voor nodig. Ja, dat klopt. Want het is, kijk, alles wat je nu weet, dat is nog niet genoeg voor die 100 miljoen. Dus je moet je wel blijven continu ontwikkelen. Ja. En daar gaat nu ook de meeste tijd van mij naar uit, om zelf te blijven ontwikkelen. En klopt, ja. Je moet wel een andere persoon worden om dat te kunnen behalen. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, ik ben vooral heel veel bezig nu. Ik heb nu een hele groep aan mensen die dat al of een keer hebben gedaan of daar al in zitten. En ik voer heel veel gesprekken met mensen die dat hebben gedaan. Ik probeer te begrijpen van oké, wat hebben zij gedaan? Wat voor een mindset hebben zij? Hoe staan zij in het spel? Maar ook qua organisatie. Kijk, het is niet alleen als je een goed mindset hebt, dan kom je er wel. Je moet ook je organisatie er klaar voor maken. Welke stappen moeten we zetten om van 2 miljoen naar 5 te gaan? Of van 5 naar 10? Wat gaat er veranderen qua bedrijf? Wat moet ik zelf... Je bent continu, je zit in een soort van een studie en je bent continu aan het schuiven van oké, welke vakken moet ik nu leren om daar te komen. Dus ik lees heel veel boeken die relevant zijn. We werken nu ook, we zijn de Rockefeller Habits aan het implementeren in ons bedrijf van Scaling Up. En daarin volgen we eigenlijk een hele strakke programma om op te schalen. Ja, en we hebben kwartaalthema's. En dan zoomen we echt in op finance. Dan zoomen we echt op in efficiëntie. Dan zoomen we in op onze mensen. En zo pakken we het stapsgewijs aan. Ja. Want heel planmatig. Up, ja, Scaling Up, Rockefeller Habits, Rocket Fuel. Volgens mij heb je ook dat soort boeken. Die komen... Kijk, jij zit nu op 3,5 miljoen.
zou er niet eerder van pas komen als je zeg maar op voor de meeste mensen op 10.000 of op 30.000 per maand zit? Ik vind het lastig, want ik heb deze gesprek vaker gevoerd. Hè. Als je op 10.000 zit en je hebt gesprekken met iemand die 5 miljoen doet. Ja. Degene die 5 miljoen doet, die gaat je totaal andere dingen vertellen dan waar jij nu mee bezig bent. Mm-hmm. En ik heb ervaren dat dat eigenlijk niks anders zijn vaak dan woorden. Totdat je zelf er naartoe groeit en voor jou relevant wordt. Want ik denk dat het eigenlijk een proces is waar je in zit. En je moet er echt naartoe groeien. Dus je moet groot blijven denken. Je moet nieuwsgierig zijn. Je moet willen leren. Je moet ook openstaan voor nieuwe inzichten. Want anders ga je nooit veranderen. Maar het is wel een proces. Het gaat... Ja, ik ben wel heel benieuwd dan naar, want ik heb wat, je hebt artikelen heb ik over jou gelezen. Je hebt ook een paar andere podcasts gedaan, die heb ik natuurlijk ook geluisterd. En dan vervolg je al een tijdje, volg je ook op Instagram. Dus ik zie best wat van je langskomen. En zoals mensen op de titel al kunnen zien van, jij bent naar Nederland gevlucht en hebt uiteindelijk een miljoenenbedrijf gebouwd. Koen zegt net van, ja, stel je voor dat je op 10.000 euro zit en je wil naar 5 miljoen. Mm-hmm. Maar jij was, min 10.000 euro, zeg maar. Jij kwam naar een land waar je niemand kende, het volledig vreemd was. Zou je ons kort mee kunnen nemen in hoe dat dan gegaan is voor jou? Je komt hier aan. Hoe is die hele journey naar waar je vandaag staat gegaan? Maar B, ook hoe is het dan in die stappen gegaan dat je dacht, ik moet nu op dit vlak groeien om daar weer verder te komen? Hoe is dat in je hoofd gegaan? Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat als ik naar mezelf kijk, ik heb een hele, een hele leuke tijd gehad, maar ook een hele mindere tijd waar ik echt keihard heb moeten vechten en leren. Maar als ik zie waar ik ben begonnen, denk ik dat het ook dat een van de redenen is geweest dat het zo lang heeft geduurd om op een bepaalde niveau te komen. Want je begint inderdaad niet op nul, maar je begint in de min. We zijn in 2000, ofwel eind 2001, zijn we naar Nederland gekomen met mijn moeder en mijn broer. En mijn vader die was hier al toen 3 jaar. Die was eerst naar Nederland gekomen om eigenlijk geld te verdienen. Want we konden niet allemaal tegelijk uit ons land weg. Dus mijn vader die kwam hier eerst. 3 jaar later konden wij hierheen. En toen we in Nederland aankwamen, waren we binnen een jaar waren we uitgeprocedeerd. En we mochten hier dus niet blijven. En toen zijn we ook 12-13 jaar illegaal geweest. En dat was een tijd dat we niet konden studeren, we konden niet werken, we konden Nederland niet verlaten. Maar daar hebben we wel echt leren vechten van, als dit je situatie is en je denkt, dit is het. Je gaat niet creatief zijn om te kijken, van je probeert niet andere dingen, dan gaat het niet lukken. Nee. En in 2013... kregen we onze verblijfsvergunning. En toen in mei kregen we verblijfsvergunning. In juni ben ik begonnen met BMTech. En ik ben gewoon echt op zoek gegaan van wie kan me wat geld lenen. Want ik heb gewoon een gebruikte lasermachine gekocht. Die heb ik bij mij op de slaapkamer neergezet. En zo ben ik begonnen. Ja. Wat dik hoor. Ja, echt bijzonder. Echt hè? Ja, bijzonder. Ja, ik denk ook. Dus ben je op een bepaalde manier dan ook dankbaar voor die zware tijd, omdat het jou gemaakt heeft wie je nu bent? Ja, ik denk dat je dat. Ik denk niet. Wat ik zeg is niet de waarheid, maar ik denk dat je het wel nodig hebt om te leren vechten. Ja. 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 Ik ben zelf heel dankbaar voor. Ja, ja. Heb je nu gevoel dan in je business dat als er zware dingen gebeuren, maar zwaar verlies, gebeurt iets wat onverwachts, wat heel veel geld gaat kosten, dat het jou niet zo heel veel doet, of dat je mindset snel kan switchen? Je bent niet snel onder de indruk van, er is een probleem. En je denkt van, dat hoort bij het leven. Ja. Het is niet, je zwemt overal tussendoor. Kijk, het is niet meer dat je denkt van, er is een probleem en het is echt een probleem. Je bent al direct met oplossingen in je hoofd bezig. En je bent vooral niet in paniek.
ik raak eigenlijk door mijn verleden, je krijgt me niet in paniek. Dus ja, dat, ja. Maar wat maakt denk je het verschil? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want je hebt ook best wel wat mensen die bijvoorbeeld uit een ander land hierheen gevlucht zijn. En die dan een slechte ervaring hebben in Nederland. Omdat je bijvoorbeeld uitgeprocedeerd bent en eigenlijk in de steek wordt gelaten door de Nederlandse staat. En die daarna eigenlijk heel bitter worden en de rest van hun leven, ja, bij wijze van spreken, doorbrengen in het koffiehuis. En ja, niks van hun leven maken. Wat is dan denk je het verschil tussen jou, waarbij er een soort van vuurtje aangewakkerd wordt, en die ander waarbij eigenlijk het vuurtje nog helemaal gedoofd wordt en nooit meer aangaat? Ik denk dat als je twee mensen naast elkaar zet die exact dezelfde hebben meegemaakt, maar toch andere keuzes maken, denk ik dat het te maken heeft met keuzes. Want onze keuzes bepalen uiteindelijk wie we zijn. En als je ervoor kiest om de andere kant op te gaan, dat je denkt van nou, ik ben een slachtoffer. Weet je, dat gevoel heb ik ook gehad. Dat ik dacht, kijk naar mij, zo zielig. Iedereen mag van alles doen. Iedereen mag hier blijven en wij mogen dat niet. Maar dan denk je van oké, dit gaat niks veranderen. Je komt op een moment dat je echt de bodem raakt. Dat je denkt van oké, vanaf hier kan het eigenlijk niet slechter. En dan kom je toch achter, nou, het kan altijd slechter. Dus dan ga je heel erg waarderen van de dingen die je wel hebt. Je gezondheid, je hebt familie die om je geeft. En vanaf daar maak je toch weer andere keuzes om weer omhoog te gaan. Dus ik denk dat het te maken heeft met keuzes. Ja. 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 Dan ben ik ook wel benieuwd. In een andere podcast werd je ook gevraagd van, denk je dan dat iedereen succesvol kan zijn? Je zei toen dat je daar heel erg over na aan het denken was en dat je dat nog niet zeker weet. Heb je daar al meer over nagedacht? Hoe kijk je daar nu naar? Kan iedereen succesvol worden? Ik denk niet dat iedereen succesvol kan worden. Intussen, als ik heel goed kijk, je leert zoveel mensen kennen. Voorheen dacht ik nog veel verder terug, dacht ik van ja, ik doe het. Iedereen kan het doen. Je moet, als je het maar wilt, dan kan dat. Maar intussen weet ik dat niet iedereen bereid is om het prijs te betalen om succesvol te zijn. Want kijk, voor mij, ik ga door alles heen om te bereiken wat ik wil. Maar heel veel mensen die willen niet een te hoge prijs betalen. Zodra het te moeilijk wordt, dan is het toch snel stappen terug doen. En Ik denk dat het niet voor iedereen weg is gelegd. Nee. Het is heel complex. Het is ook niet. Er zijn echt heel veel boeken geschreven. Hoe word je succesvol? Maar ik denk dat het een hele mooie proces is. Je moet er doorheen. Natuurlijk heb je bepaalde linken of bepaalde raaklijnen. Maar het is wel echt een proces die je moet volgen. En je moet. Er moeten zoveel dingen goed gaan. Je moet zoveel willen opofferen. En ja, ik denk niet dat veel mensen dat willen doen. Wat ik daarin merk ook, is dat, en ik ben heel erg benieuwd, want dat is gewoon ook een beetje mijn denkpatroon, van jij behaalt succes omdat jij een bepaalde hoeveelheid energie en tijd erin hebt gestopt. En de juiste keuzes hebt gemaakt. Hè? En de juiste keuzes zorgen ervoor dat je misschien dat je sneller bereikt wat je wil bereiken. Mensen die minder opofferen, die hebben minder tijd en energie te besteden. En die hebben in de tussentijd minder tijd om de kennis op te doen die jij in de tussentijd wel hebt op kunnen doen door bijvoorbeeld boeken te lezen en zo. En daardoor misschien minder goede keuzes maken. Waardoor ze na 5 jaar gewoon 10 stappen achter jou staan. Want wat jij net zei, een paar jaar geleden maakte je nog een paar 100.000. En nu gaat het om 3,5 miljoen. Als mensen dus maar 10 stappen achter je staan, kunnen het wel maar 10 stappen zijn. Maar het kan wel het verschil zijn tussen een business dat 100.000 euro draait per jaar of een miljoen draait per jaar. Klopt. Ben je daarmee eens? Ja, zeker. Kijk, alle lessen die je leert. Kijk, als ik nu opnieuw zou beginnen met BM-Tech, dan zou het mij niet 6 jaar duren om bijvoorbeeld mijn eerste miljoen om te zetten. Ik zou direct mijn eerste jaar met elke business die ik begin, waar ik in geloof, waar ik er volledig voor zou gaan, waar ik mijn plannen voor zou maken, dan zou ik in 1 jaar minimaal 1 miljoen kunnen halen. Gegarandeerd. Hoe? Wat zou je aanpak daarvoor zijn? Ja, dat is de hoe van hoe... Hoe wordt je succesvol? Exact, ja. Maar het is wel interessant, ja. Want het geeft wel inspiratie voor mensen om... Want in Nederland denken we best wel klein. Snap je? Als je denkt aan 1 miljoen, denken mensen, wow, dat is best wel veel. Nou, internationaal gezien, of wat jij nu draait, 1 miljoen is helemaal niet zoveel. Nee, onze markt in Nederland is 500 miljoen groot. Ja. En in Duitsland 4 miljard.
Dus wat wij nu omzetten, wij tellen niet eens mee. Dus wij zijn eigenlijk, we bestaan qua marktgrootte wat we hebben, is echt gewoon peanuts. Dus, ja, zijn nog kleine spelers eigenlijk. Exact, ja. Terwijl voor 99% van de bevolking zijn jullie, zeg maar, ja, out of reach. Ja, ja, kijk, dat is ook... Dat heeft ook te maken met wie je omgaat, wat je ziet. Als je heel erg in jezelf zit en je bent helemaal onder de indruk van wat je doet, wie je bent, je miljoentje, dan leef je heel erg in je eigen wereld. Ik denk dat je veel meer open moet staan. Je moet veel meer met andere mensen in gesprek gaan. En dan zie je, frek, er zijn mensen die al 100 miljoen of al 50 miljoen of zelfs 500 miljoen omzetten. Er is helemaal niks om onder de indruk te zijn. Je moet gewoon verder. En het gaat natuurlijk niet alleen maar om het omzet. Maar als bedrijf zijnde moet je natuurlijk wel geld verdienen. Anders, dat is ook het leuke. Ja, dat is een spelletje, toch? Ja, ja, precies. Ja. Maar als we dan kijken, ik zal de vraag wat specifieker stellen. Het gaat voornamelijk om je netwerk en de juiste mensen benaderen om natuurlijk dan een miljoen te kunnen omzetten in een, bijvoorbeeld in een jaar. Als je dan klanten gaat benaderen waarmee je bijvoorbeeld 2000, 3000 euro omzet haalt, nou, dan wordt het misschien een lastig verhaal. Maar zou je dan eerder toeneigen naar de grote bedrijven en daar gewoon jezelf eigenlijk binnen laten? Kijk, het begint heel vaak in je hoofd. Ik kwam natuurlijk echt uit een shit situatie. Dus ik droomde, ik had echt bepaalde kleppen op die mij alleen lieten zien wat in mijn hoofd was. En op den duur verbreed je je horizon. En dan ga je zien van, hey, het is leuk om 100.000 om te zetten, maar ik verdien het en ik kan ook een miljoen omzetten. Want als je dat nog nooit hebt gedaan en je komt uit de situatie waar ik wegkom, dan lijkt dat niet voor jou weggelegd. Dan lijkt het alsof je daar nog niet kan zijn. Het is maar een verhaal. Je moet er dus echt naartoe groeien. Je hoofd moet ervoor openstaan. En dan ga je leuke dingen doen. En dat is een proces, ja. Ja. En want dat vind ik ook wel bijzonder. Je geeft ook aan van, je doet het echt voor het spelletje. Je kunt bijvoorbeeld wel 100.000 verdienen en daarna soort van zeggen van, nou, dan heb ik de business nu gebouwd en dan laat ik het gaan. Jij wil meer. Is dat ook de visie waarmee je ooit begonnen bent? Jullie visie is volgens mij, of jullie missie is om echt het lasersnijden, het nieuwe frezen te maken? Klopt. Als ik het goed heb. Ja. Was dat eigenlijk vanaf moment 1 al de gedachte? Of dacht je eerst eigenlijk van, ja, ik wil gewoon geld verdienen, dit lijkt me een goede manier. En is die visie ontstaan? Of heb je dat altijd al gehad? Nou, waar ik mee begon is, ik heb altijd in techniek gezeten. Ik was altijd onder de indruk van productielijnen. Hoe snel producten geproduceerd werden uit het niets, uit grondstoffen. En ik dacht, hoe cool zijn deze machines? Hier zitten heel veel onderdelen in. En een lasersnijder wordt alleen maar hobbymatig gebruikt. Maar je zou een lasersnijder ook kunnen gebruiken om echt professionele onderdelen mee te maken voor dit soort machines. En met dat idee begon ik en ik dacht, ik koop een machine, ik klop aan en iedereen komt naar me toe. Maar zo ging dat niet. Het was vooral het proces van hoe haal je klanten binnen, hoe zorg je dat ze tevreden zijn, maar vooral waar kijken deze grote jongens naar. Ik was heel erg gericht op prijs. Terwijl in onze markt prijs komt echt op het laatste punt van als je een lijstje maakt. Het gaat om leverbetrouwbaarheid, het gaat erom... Bedrijven die wij leveren, die zijn bereid om een hele hoge prijs te betalen. Als ze maar zeker weten dat het goed is en dat ze het op tijd binnenkrijgen. En als ze het een week later weer bestellen, dat je weer dezelfde producten levert. Dus je herhaalbaarheid. En dat waren dingen die er nog niet in zaten. En ik had natuurlijk geen naamsbekendheid. Ik zat nog vanuit thuis te werken. Dus als ze me googelden, dan kwam je met Google Maps in een woonwijk terecht. Dus dat, ja, die vertrouwen was er eerst niet. En ja, uiteindelijk... Dat is gegroeid. Ja, ja. Ja. Het is wel interessant inderdaad om te zien hoe je ook een soort van die business ontdekt, toch? Van je begint ermee en dan, ja, denk je, oh ja, prijs, dat is een soort van ook de logische eerste plek waar iedereen begint. Van, nou, als ik goedkoper ben, dan willen mensen het wel. Ja. Nee, interessant, ja, om te zien dat eigenlijk helemaal niet het geval bleek. Nee, in onze markt is dat... Kijk, stel je voor dat we straks 100 of 1000 concurrenten hebben die op elke vlak net zo goed zijn als wij. Ja. Wat je straks met elektrische auto's gaat zien. Hè. Er zijn straks meerdere elektrische auto's die een bepaalde range kunnen halen, die een bepaalde kwaliteit hebben.
ja, dan kom je al heel snel dat je moet concurreren op prijs. Ja. En ja, bij ons is dat nog niet het geval. Nee. Tof. Maar het is ook omdat het business to business is. Ja, ja, echt al 100% van onze afnemers zijn bedrijven. Ja. Express, ja, dat moet ook wel. Ja. Ik kan niet echt naar... snijden voor de... Nee, voor de klanten. Dat is niet interessant ook. Man. Nee, we hebben wel consumenten geprobeerd, maar die gemiddelde orderwaarden zijn zo ontiegelijk laag. En ja. je hebt er te veel werk aan voor te weinig. Ja. Ja. Dus als we terugspoelen, bijvoorbeeld naar laten we zeggen, 3-4 jaar geleden. En je maakt dus tussen de 50 en 100.000... Ik weet niet, was het op jaarbasis of was het maandbasis? Nee, dat was echt op jaarbasis. Op jaarbasis. Ja. Dus dat is ongeveer, tussen de 8.000 en 10.000 per maand. Ja. Hoe benaderde jij toen op dat moment mensen? Ging je gewoon naar congressen toe? Ging je online googlen en dan mensen bellen? Wat was jouw aanpak erin? Nou, ik was in het begin, dus echt die 4 jaar terug, was ik persoonlijk veel aan het netwerken. Dus dan kwam ik... Heel veel industriële bijeenkomsten. En daar leerde ik echt industriële bedrijven kennen. Ik werd uitgenodigd. Ik deed heel veel mee aan start-up wedstrijden. Om te laten zien en om te vertellen aan grote publiek wat ik doe. En zo begon ik wat aandacht te trekken. Ik ben een aantal keren toen in de krant gekomen. En vanuit de krant werd ik benaderd door grote bedrijven. Van hey, wij hebben dit probleem. Zou je dat kunnen oplossen? En dat was bijvoorbeeld een van onze grote klanten, was Honeywell. Dat is een bedrijf die cv-ketels, onder andere cv-ketels, maakt. Die hadden een bepaalde type filter die ze echt exact op maat wouden hebben. Dat was heel fragiel. En de vraag was of ik dat kon lasersnijden. En daar hebben we toen een oplossing voor bedacht. En nu nog steeds snijden we elke dag 20.000 van die filters. Dus... Kijk, het mooie aan onze markt is, we zitten in een industriële markt. Dus machines die worden seriematig gebouwd. En als jij ervoor zorgt dat één van jouw onderdelen in een bepaalde machine terechtkomt, ja, dan is dat niet één machine, maar dan zijn dat er bijvoorbeeld 100 of 1000 machines per week of per maand of per jaar. Ja. Zo hebben we klanten die maar 1000 euro per jaar omzetten, maar we hebben heel veel klanten die boven de 50 en boven de 100.000 per jaar zitten aan klantwaarde. Dus, ja, dat werkt ook wel mee natuurlijk. Als je, zeker ook met die herhaal aankopen, dat is elke e-commerce ondernemer zijn natte droom. Want die zijn net volgens mij dat je hoeveel procent terugkerende orders is... We zitten nu echt over de 80% van onze omzet. En dat is gewoon fijn ook. Ja. Want dan bouw je aan een relatie voor de lange termijn. En je hoeft niet... Het creëert zekerheid in je business, zeg maar. Ja, anders heb je op lange termijn... is dat spelletje met marketing en omzet. Dus echt continu maar omzet kopen. Dat is gewoon niet duurzaam. Nee. En je bouwt geen bestaansrecht op. Kijk, je moet ook tijden hebben... dat je de marketing volledig stil kan zetten. Dat je dat geld wat je aan marketing uitgeeft, dat je dat ook aan andere thema's in je bedrijf kan spenderen om te groeien. En als je continu afhankelijk bent van je marketing, dus van Facebook of van Google, noem het maar op, dat wordt wel lastig. Ja. Ja. Ik vond dat ook interessant. Net toen je binnenkwam, gaf je dat al aan, dat je daarmee voor een van je bedrijven, was je daarmee bezig, dat jullie gaven x bedrag per dag uit, een paar honderd euro uit aan ads. En jij hebt gewoon eigenlijk dat geld gepakt, geïnvesteerd tijdelijk, om eigenlijk organisch dat bereik te kunnen creëren door middel van Google, SEO, YouTube speelt daar ook een rol in. En nu zeg je, nu staan eigenlijk al die ads uit. Die spend hebben we niet meer elke dag. Ja. Maar de marketing blijft eigenlijk nog steeds op dezelfde manier mensen binnenhalen als in organisch. Klopt, ja. Ja, en dat is een heel goed gevoel, want dat geld, je blijft dezelfde omzet houden, je hebt dezelfde overheid, maar je hebt die marketingkosten niet. Bij ons was dat tussen de 15.000 en 30.000 euro per maand. Dus, dat schiet wel op dan. Ja. Dat is gewoon een flinke marge dat je gewoon extra pakt. Ja. Maar hoe kom je op dat soort ideeën dan? Want ik kan me voorstellen dat jij heel druk bent met je poten in de klei in het hier en nu. En ik denk dat een uitdaging die veel ondernemers hebben, zeker als het op een gegeven moment gaat draaien, is dat je heel veel dingen in het hier en nu te managen hebt. Ja. Waardoor je op een gegeven moment die visie voor de lange termijn en de ontwikkeling misschien een beetje uit het oog raakt. Ja, kijk, waar ik echt heel goed ben is in het bewaren. Ik kan heel goed overzicht bewaren, maar behalve dat
ben ik continu op zoek naar van oké, wat is mijn rol in het bedrijf? Want ik wil niet, ik kijk van oké, wat ben ik nu elke dag aan het doen? Kan ik dat uitbesteden? Want als ik dat uitbesteed, ik kan dat uit de handen geven, dan kan ik tijd vrijmaken voor andere dingen. En dat is hoe ik er ook voor zorg dat ik met de ontwikkelingen bezig ben. Want kijk, ondernemen, het is ook, ik vind het superleuk om nieuwe dingen te creëren. Dus ik wil niet alleen maar doen wat iedereen doet, maar ik wil me ook ergens onderscheiden. Ik wil ook wel echt innovatie naar voren brengen. Ik wil iets doen dat het bedrijf op lange termijn verder helpt. Kijk, we hebben bijvoorbeeld software ontwikkeld 3 jaar terug. Dat is net 1 jaar geleden gelanceerd. De eerste 2 jaar was het alleen maar investeren en je moet dan op dat moment zien van oké, gaat dit wel wat opleveren of niet? En je moet daar ook een bepaalde feeling voor hebben. En dat blijft een lastige punt. Maar ik denk dat je heel goed moet kijken van wat is je rol in het bedrijf waar we net over hadden. Je moet continu weer doorgroeien. En, kijken dan naar inderdaad, wat is hetgene wat ik het meest kan uitbesteden? Zeg je zo, ja, moet kijken of je iets kan uitbesteden, prima. Wat je ook vaak hoort is van ja, maar dan heb je eigen bedrijf. Dan moet je natuurlijk wel doen wat jij het leukst vindt in het bedrijf. En dan ga je juist dat aanpakken. Ja, ik denk dat een mooie verhaal is. Het is ook wel de ziekte die tegenwoordig heerst. Dat alles wat je moet doen, moet leuk zijn. Ik denk dat je daar echt overheen moet stappen. Als je grote dingen wil doen, dan moet je begrijpen dat het niet allemaal altijd leuk is. Dat kan gewoon niet. Iedereen zegt, ja, ik heb respect voor mensen die dat die zover zijn, die elke dag kunnen doen wat ze geweldig vinden. Maar ik heb zeker wel dingen die ik moet doen waar ik gewoon wat ik minder leuk vind, maar wat wel nodig is, wat wel moet gebeuren. En op dat moment vraag ik me niet af van, is dit wel leuk? Nee, ik denk, kijk gewoon, nee, dit moet gebeuren, dit moet nu gebeuren. En helemaal de eerste 5 jaar, ja. Dan heb je dat helemaal, toch? Dan kan je kiezen van, ja, vandaag zin om sales te doen, of zal ik een beetje marketing, wat gaat het worden? Nee, dat kan niet. In het begin moet je gewoon alles doen. De kutste dingen. Ja. Nog 4 jaar terug was ik bezig met binnenhalen van orders. En als een order binnen was, dan ik had eerst de offerte gemaakt. En het voortraject had ik gedaan. Dus de offerte binnenhalen, offerte maken. Nou, krijg je een opdracht. Dan ga je ook de opdrachtbevestigingen uitsturen. Ga je het produceren, ga je het inpakken en ga je ook leveren. Doe je allemaal in je eentje. Totdat je denkt van, die productie, dat begint veel te worden. Of je denkt van, hey, wat nou als ik iemand voor productie aanneem? Dan hoef ik dat in ieder geval niet meer te doen. Kan ik meer verkopen? En op den duur denk je, hey, ja, die sales, ja, dat, daar heb ik ook wel een trucje voor. Daar kan ik ook wel iemand voor aannemen. En dan nog een productie en zo groei je door. Ja, man. Denk je gewoon van, dat vind ik wel interessant. Oké, je hebt bijvoorbeeld 10.000 euro omzet wat je maakt per maand. Heb je altijd een bepaald winstmarge wat je overhoudt voor jezelf? Of ben jij meer een persoon dat zegt bijvoorbeeld, oké, ik ben echt een risicovolle ondernemer. Ik douw alles weer erin om te investeren. En dan leef ik zelf maar gewoon op een bed op de grond. Met een broodje om met kaas wat ik de hele maand moet gaan eten. Ja, die tijd heb ik ook gehad. In het begin, toen ik met mijn bedrijf begon, was ik nog aan het studeren. Ik studeerde werktuigbouwkunde, ik woonde nog thuis. En ik had eigenlijk alle ruimte om risico's te nemen. Maar op den duur moet je jezelf ook belonen. Dus je moet ook kijken van, oké, ik wil toch echt een mooi huis hebben. Dus mijn bedrijf die moet me dat wel minimaal opleveren. Ik wil een mooie auto hebben. Ik wil een aantal keren leuke vakanties hebben. En ik wil me gewoon geen zorgen maken om geld. Ik wil me geen zorgen maken als ik uit eten ga, wat wel en niet kan. En hoe vaak ik wel of niet uit eten kan. Dat soort dingen. Ik denk dat dat kan in het begin niet. Maar op den duur, kijk, als je 10 jaar bezig bent en je bent nog steeds, je moet nog steeds naar buiten of je moet nog steeds bepaalde omzet genereren, 1.000 of 2.000 euro, dan moet je soms wel afvragen van, zie ik de realiteit onder het oog? Je moet natuurlijk wel, kijk, nu pomp ik alles weer terug in het bedrijf. We zitten nu weer in een fase waar we echt markt aan het kopen zijn geweest.
dan ga je minder winst maken. Maar je zorgt daar wel mee dat je bedrijf meer waard wordt. En op korte termijn, als je dat niet doet, kun je meer geld verdienen. Maar je brengt wel je bedrijf en je bestaansrecht in gevaar als je continu al het geld eruit trekt. Dus er moet wel een gezonde balans tussen zitten. Maar concreet betekent dat dat je dan gewoon een soort van afspraak hebt van oké, dit is het loon dat ik mezelf elke maand uitbetaal. En dat staat gewoon vast, ongeacht of we het volgende maand keer 10 gaan of door de helft, zeg maar. Ja, kijk, sowieso, je bent verplicht om jezelf een DGA-loon uit te keren. Dus als je een goed lopend bedrijf hebt, dan moet je, volgens mij is dat 60.000 euro per jaar, moet je jezelf aan salaris uitkeren. Ja. Dus dat, dat heb je natuurlijk sowieso. En je hebt ook je winsten. Als je winst maakt, kun je aan het eind van het jaar kun je winsten uitkeren. En je kunt eindeloos lenen van je bedrijven natuurlijk. Ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, ja, ja. Dat is wel het verschil tussen een BV en als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt. Klopt. Want BV inderdaad moet je zelf uitbetalen. Als je een eenmanszaak hebt, dan hoeft dat eigenlijk nog niet. Nee, klopt. Dan wordt eigenlijk je privé en zakelijk is een beetje door elkaar, is een soepje. Maar een klein soepje. Hoe is dat bij jou gegaan eigenlijk? Van, je bent denk ik ook begonnen als eenmanszaak. Ja. Of ben je gelijk vanaf moment 1 als BV... In 2018 zijn we overgegaan naar BV. Ja. En ik was in 2013 begonnen. Dus dat heeft wel even geduurd. Ja. Maar uiteindelijk maakten we meer winst dan 70.000 of 75.000 euro per jaar. En dan was een BV gewoon al goedkoper. Ja. Anders wordt al je winst in je eenmanszaak wordt volledig belast. Ja, dat moet je niet willen. En in je BV kun je het nog vasthouden of anders uitgeven. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. Goed bezig. Ik ben ook wel benieuwd, want je hebt net een kindje gehad. Volgens mij vrij recent. Klopt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Je gaat gelijk helemaal glinsteren daarvan. Ja. Mooi om te zien. Ik kan me ook wel, ik heb zelf ook al redelijk lang een relatie. Ik kan me ook best wel voorstellen dat daar tussen jullie een test geweest is. Want jij zegt, jij bent bereid alles op te offeren. Jij gaat helemaal tot het naadje, tot het gaatje, zeg maar, om dat succes te behalen. Welke impact heeft dat gehad op je relatie? Hoe ga je daarmee om? Natuurlijk heb je heel veel gesprekken thuis over je work-life balance. Hè? Of je niet te veel werkt en of je niet soms eerder naar huis kan komen. Maar ik denk dat je ook een vrouw of een vriend moet hebben of een man die begrijpt wat je aan het doen bent. En vooral ook begrijpt wat het voor jou waard is en hoe ver je ervoor wilt gaan en zult gaan. Als je elkaar continu blijft tegenhouden, dan wordt het heel moeilijk. Ik heb gelukkig een vrouw die mij heel erg steunt. Daar ben ik heel blij mee en heel dankbaar ook. Maar tegelijkertijd is het ook geven en nemen. Dus ik moet zeker ook... voorheen nam ik elke avond mijn laptop mee naar huis. Dus dan na het eten ging ik nog mijn laptop openklappen. Dan was ik nog een paar uurtjes bezig. Dat doe ik nu niet meer. Weekenden had ik ook zoiets van... Ja, ik moet... in een weekend kan ik niet... niks doen. Nee. Maar dat heb ik nu ook losgelaten. Mijn werkweek begint wel op een zondag. Dus ik bereid zondag wel mijn maandagen voor. En probeer echt vooruit te kijken. Is dat zondagavond dat je dat ervoor pakt? Of ja, zondagmiddag? Ja, ik pak zondag ongeveer ergens rond na het eten. Pak ik gewoon een uurtje of twee. Dan schrijf ik mijn hele planning uit voor komende week. Van wat zijn echt belangrijke punten? Waar hebben we mee te maken? Want anders kom je maandag op kantoor, dan ga je los en dan doe je van alles. Maar ja, ik wil heel gericht de belangrijke dingen doen. En heb je daar, ik vind dat namelijk super interessant, want ik ben daar altijd mee bezig. Ik heb dat ook wel een tijdje op vrijdag gedaan of op zondag inderdaad. Ik doe dat meestal nu vrijdag. Wij gebruiken nu Google Calendar bijvoorbeeld ervoor, zodat standaard dingetjes bijvoorbeeld erin staan. Ja. Doe je alles op papier? Heb je een bepaalde vraag die je zelf stelt? Ik heb nu een jaar lang zo'n Remarkable en daarin maak ik mijn to-do-list. En dat werkt geweldig. Voorheen deed ik het in Momentum. Dat is een extensie van Google Chrome. Dat werkt ook geweldig.
Maar ik werk al wel jaren met een takenlijst. Dus ja. Ik wil niet, want er valt zoveel te doen. En als je er gewoon tegenaan gaat, dan ben je klaar aan het eind van je dag. Denk je van, wat de fuck heb ik vandaag nou eigenlijk gedaan? En dat is eigenlijk veel te veel, maar ook gericht is het niks. Ja. En op het moment juist dat je hard aan het groeien bent, is die focus zo belangrijk. Je moet niet afdwalen, je moet continu focus blijven houden. En ja, een takenlijst helpt mij daar gewoon bij. Dat ik ook wel even rustig kan zitten en denk van, oké, wat is vandaag belangrijk? En ja, dat doe ik nu al wel, ik denk een jaar of 3. Ja, ja. Netjes, man. Ja. Creëert een hoop rust ook, hè? Rust, ja. Ja, 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 ja. Klopt, ja. Herkenbaar. Als je dan kijkt naar ik ben dus sinds een jaar, nou, niet een half jaar, ik denk 4 maanden of zo, heb ik ook gewoon echt standaard dingen voor mijn business die ik moet doen. En dat heeft gewoon te maken met allereerst sales, marketing, maar ook gewoon aan je product werken. Dat zijn zeg maar 3 basissystemen waar ik elke week wel aan werk. Ja. Heb jij ook zoiets voor jezelf? Dat je zegt bijvoorbeeld, oké, ik moet een aantal keer X doen, een aantal keer Y doen, om bepaalde resultaten te behalen? Kijk, ik ben heel erg kijken van welke deel van het bedrijf hebben we echt heel goed in elkaar gezet, wat al gemanaged kan worden door een van onze managers of iemand die bovenaan staat. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn, die zijn er op dit moment, is dat onze software. En dat valt volledig onder mijn verantwoording. Dat is Cutwise. En ik wil dat dat volledig gaat zoals ik dat wil. Want ik heb daar wel een bepaalde feeling bij. En die feeling die haal ik weer op bij door met onze klanten te spreken. Die een bepaalde. Kijk, alle klanten die meer dan 50.000 bij ons per jaar omzetten, die wil ik een keer gesproken hebben. En als ik daar kom, dan ga ik een gesprek aan. En dat zijn vaak hele leuke gesprekken. En dan krijg je ook een beetje een feeling van, hey, wat zijn we aan het doen? Maar hoe ervaren onze klanten dat? En door hun verhalen krijg je eigenlijk alweer direct nieuwe inzichten. Van, verrekt, hier lopen ze tegenaan. Dus je kan heel erg vanuit je klant gaan nadenken. En dat helpt je weer verder om te ontwikkelen. Maar echt verplicht dat ik denk van ik moet zoveel keer dit doen, zoveel keer... Nee, dat heb ik niet, nee. Maar het kan, we hebben wel hele duidelijke doelstellingen die we... kwartaaldoelstellingen, jaardoelstellingen, maandelijkse doelstellingen die we ook gewoon continu bespreken. Ja. Zijn het omzetdoelen of kan het ook wat anders zijn? Ja, we hebben omzetdoelen, maar we houden dat ook weer direct met balans, met klanttevredenheid bijvoorbeeld, maar ook met aantal fysieke afspraken. Want het is natuurlijk stom om je alleen maar te focussen op die omzet. Want je wilt natuurlijk dat je klanten tevreden zijn. Dat je ook organisch groeit. Hè? Dus tevreden klanten, dat zijn onze ambassadeurs die weer nieuwe klanten aanleveren. Ja. En bij de Rockefeller Habits heb je daar echt mooie balanstools voor. Van hey, focus je niet alleen maar op de omzet. Kijk ook hoe tevreden je klanten zijn. En Netjes. Hoe pak je dat aan, dat toepassen? Je hebt het over de Rockefeller Habit nu al een paar keer gehad. Heb je dat uit een boek? Ja. En ga je dat dan helemaal zelf uitpluizen en toepassen? Of heb je dan bijvoorbeeld een coach die gespecialiseerd is in die methodiek, die je erbij haalt en waarmee je aan de slag gaat? Ik heb nog geen coach. Ik ben wel van plan om een coach als ik er niet zelf uitkom. Want het boek is eigenlijk best wel goed in elkaar gezet. Scaling Up heet het boek. En ja, je kunt eigenlijk al het info vinden. Dus wat ik heb gedaan, ik ben gewoon begonnen ergens in december vorig jaar met het boek. En het kan een jaar tot anderhalf jaar duren totdat je volledig dat hele methode in je bedrijf hebt geïmplementeerd. En daarom is het ook zo belangrijk dat je een focus houdt, dat je elke week daar nog wel uren aan blijft besteden. En dat je stapsgewijs alle habits in je bedrijf implementeert. We hebben vorige week bijvoorbeeld de vergaderritmes geïntroduceerd. Van oké, hoe gaan we vergaderen? Bij ons zat er eigenlijk totaal geen ritme in, behalve 1 keer per week maandagochtend. Maar eigenlijk moeten we een bepaalde ritme hebben voor de maandelijkse vergaderingen, voor de kwartaalvergaderingen en de daily huurdoels. Dat we even elke dag kort bij elkaar komen om problemen te voorkomen. Want onze team is toch wel aan het groeien. En daarbij
worden die communicatielijnen soms iets te warrig. Dus, ja. En hoe kom je dan, er zijn natuurlijk heel veel methodes om op te schalen in je business. Ga je dan gewoon bij wijze van spreken 20 boeken daarover lezen en dan kies je er een die het meest aanvalt? Of hoe ben je bij deze methodiek uitgekomen? Ja, ik denk wel dat ik 100 boeken over methodes en verschillende modellen heb gelezen. Kijk, dit is een methode die al bewezen is en door 45.000 bedrijven internationaal wordt gebruikt. En wat ook belangrijk is om te kijken van welke bedrijven gebruiken het. Zijn het bedrijven die van 10 naar 20 miljoen gaan? Of zijn het ook echt serieuze bedrijven die van 100 naar 500 miljoen? Dus dat geeft ook een beetje aan wat je allemaal met de methode kunt doen. En dat is een stukje onderzoek. En voor mij was het direct van ja, dit zijn de problemen die we hebben. En als we deze habits introduceren, dan kunnen we die problemen voorkomen. En het heeft zich bewezen voor 45.000 andere bedrijven. Ja. Dus voor ons moet dit ook gaan werken. Precies. Ja, ja. Interessant. Ja. Hey, hoe vinden je ouders het, wat je nu allemaal doet? Ja, die zijn natuurlijk heel trots. Ja, dat geloof ik wel. Ja, die zijn heel blij voor mij. En super trots, ja. Ja. Ja, tof. Hadden ze het, ja, misschien, ik weet niet of je daar ooit, hadden ze het verwacht misschien ooit? Zagen ze in dat kleine jongetje, kleine Baksi, misschien iets waarvan ze toch denken, eigenlijk wel logisch dat hij misschien dit nu doet? Ik denk dat dat ze wel in mij, vooral mijn vader, hij is ook een ondernemer. En mijn vader heeft mij vanaf dag 1 al gesteund. En voor mijn pa is ook niks te gek. Dus als ik dan thuis kwam met een idee en dat ik zei van hey, dit wil ik gaan doen en dit gaat zo en zo uitpakken, dan was mijn pa wel iemand van ja, dat gaat echt zo, je hebt gelijk, dat moet je doen. Ja. En je hebt natuurlijk ook mensen en ouders die gaan zeggen van nee, dat is een risico, dat gaat helemaal fout, want kijk maar, daar is iemand geweest die heeft dit gedaan en... Mijn pa die heeft me wel altijd gesteund. En mijn moeder was wat voorzichtiger. Ik denk dat het ook natuurlijk is. Hè? Ja, je moeder wil je iets meer beschermen. Het was bijvoorbeeld toen ik begon in mijn slaapkamer. Op den duur was mijn slaapkamer te klein. Dus mijn pa heeft een autobedrijf. Ik ging verhuizen naar een garage. Had ik de bandenopslag omgetoverd. Had ik ongeveer net zoveel ruimte als hier. Had ik omgetoverd tot een productiehal en dat werd ook te klein. Dus ik moest naar een eigen pand. En dat was het moment dat mijn moeder zei van, ja, zou je dat... Want ik wou een veel grotere machine gaan kopen, ik wou uitbreiden. En toen zei mijn moeder van, ja, je zit hier, je betaalt geen energiekosten. Je hebt internet, je hoeft geen huur te betalen. Ik zou wel goed nadenken of dat slim is om te doen. Hmm. En ja... Terwijl, het was denk ik natuurlijk, maar ze hebben me altijd gesteund. Ja. Ze zijn heel blij voor mij. Ja. Mooi. Maar dit is mooi om te zien eigenlijk, hè? Van mensen willen je beschermen, maar tegelijkertijd is het toch wel een soort van beperkende gedachte. Want als je, er zijn genoeg mensen, en ik misschien mijzelf ook wel hoor, in het verleden, maar ik ben nu sinds een maandje weer op mezelf gaan wonen. Ik heb alweer ook een tijdje gewoon bij mijn ouders gewoond. In verband ook met mijn business en zo. Maar mijn ouders waren ook zoiets van... Business liep goed. Dat eerste wat mijn doel was, uit huis. Ja. Weet je? Ja, en mijn ouders waren echt zo van... Weet je het wel zeker? En een paar maanden geleden kon het nog lang niet. Van, weet je, dat soort dingetjes. Dus het is wel heel mooi om te zien wat jij zegt. Van oké, het is niet erg als mensen in je omgeving zulke dingen zeggen. Nee. Maar vertrouw wel gewoon in jezelf. Ja, klopt. Kijk, je ouders, je familie, dat zijn toch mensen waar je heel veel om geeft. Dat is super belangrijk. En dus we zijn ook heel erg geneigd om dingen aan te nemen die ze ons adviseren. Als zij zeggen dat het gevaarlijk is, dat het niet goed is voor ons, dan weten we, ze willen het beste voor ons. Dus we moeten naar ze luisteren. Maar daarin moet je denk ik heel eigenwijs zijn. Je moet je eigen... Je eigen ideeën daarin volgen. En onze ouders komen natuurlijk ook uit een bepaalde situatie. Die hebben iets meegemaakt. Ze hebben in een andere tijd geleefd. En het is niet gek dat ze er anders tegenaan kijken. Maar laat je niet door hun... Of
ja, dicht bij je mensen waar je veel om geeft tegenhouden. Nee, het is toch hetzelfde wat je eerder al zei. Is, als jij naar 100 miljoen wil groeien met je bedrijf, dan ga je advies vragen van mensen die een bedrijf hebben laten groeien naar 100 miljoen. Ja. En niet aan iemand die een 9 tot 5 heeft en 2000 euro per maand verdient. Klopt. Niet omdat je geen respect hebt voor die persoon die dat doet, maar omdat het gewoon niet aansluit bij hetgeen dat jij wilt doen. En dat is wat heel belangrijk is. Is dat ondanks dat je ouders het beste met je voor hebben, ja, ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Ja, maar het ergste is over 9 van de 10 keer, toch? Ja. Je wilt naar 100 miljoen, maar dan mag je niet meer luisteren naar de mensen die 10 miljoen maken. Snap je, daar gaat eigenlijk ook hetzelfde. Want dan heb je ook weer net een andere mindset voor nodig, zei je. Dan moet je ook weer of in ieder geval, je moet kritisch zijn op dus, wat die persoon precies, dan zegt. Ja. En nadenken dus van, oké, is dit ook nog wel van toepassing op wat ik doe? En het is nog erger. Wij willen bijvoorbeeld wel naar die 100 miljoen gaan. Maar wij moeten eerst naar die 100.000 en dan pas naar die miljoen. Dus wat jij net in het begin zei, vond ik wel heel slim. Mensen kunnen wel advies geven over hoe je een business bouwt naar 100 miljoen. Maar voor ons, dat is geen disrespect, maar hebben we nog niks aan die informatie. Ja. Pas later, maar nu nog niet. Kijk, en het stap, behalve dat je echt met mensen in gesprek moet gaan die een keer 100 miljoen hebben gedaan. Je moet zoveel tijd en energie gaan steken in het fijntunen van je organisatie. Want kijk, een miljoen omzet is heel anders dan 3 of 4 of 5 miljoen. Daar gaat je hele organisatie veranderen. Je bent continu weer, je hebt een bedrijf opgebouwd, die kan een miljoen aan. Je hebt een organisatie, die kan een miljoen aan. En je wilt naar 2 miljoen of 5 miljoen. Je denkt, frek, ik ga het doen. Maar wat heel veel verandert, is je organisatie. En dan ben jij als ondernemer, als leider, ben jij degene die de stappen moet zetten om je organisatie klaar te maken voor die 5 miljoen. En daar gaan, denk ik, heel veel mensen de mist in. Want dat is heel lastig. En daar moet je juist echt de juiste mensen gaan inschakelen. Daar moet je echt expert. Je moet op heel hoog niveau moet je mensen binnenhalen. En dat zijn niet allemaal ondernemers. Maar dat zijn soms ook gewoon mensen die de theorie heel goed kennen. Die zeggen van, hey, natuurlijk, je bent een ondernemer. Je doet lekker je ding. Maar heb je ook wel heel goed naar deze methode gekeken? Of naar deze theorie? Of als bedrijf zijnde moet je hier nou rekening mee gaan houden. En dat is wel een traject waar wij nu continu in zitten. En ja, dat... Dat is denk ik ook wat je eerder al zei, ook over die prijs die je wilt betalen. Ik heb ook wel ervaring met organisaties waarin ze bijvoorbeeld 1 miljoen per jaar doen, maar waar alles nog heel erg informeel gaat. Ja. Dus er is niet een hele duidelijke workflow. Van oké, persoon A doet dit, dan gaat het naar persoon B. Persoon B doet dit. Dit is het management, een hele duidelijke structuur. Ja. Een hele platte organisatie. En ik denk dat hoe mate je groter wordt, je bijvoorbeeld naar 3 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen gaat, zul je een veel getraptere organisatie krijgen. Waarin je workflows krijgt, waarin de wiel bij wijze van spreken saaier wordt. Ja. Want ik kan niet meer een beetje mijn eigen dingetjes erop gooien. Nee, ik moet gewoon de stappen volgen die er bepaald zijn. Want dat is nodig om de grote machine draaiende te houden. En ik denk dat voor veel ondernemers wel iets is waar ze ook over na moeten denken. Ja. Ja. Ik zie dat om me heen, van iemand zit op 1 miljoen, maar geniet te veel van de manier waarop zijn organisatie draait op die 1 miljoen. Hij wil wel naar 5 miljoen, maar hij wil niet zijn organisatie veranderen naar die 5 miljoen. En dat gaat op een gegeven moment schuren en dan ga je merken, dan worden klanten ontevreden. Omdat ze denken van ja, sorry, maar jullie doen deze beloftes, maar dat wordt helemaal niet geleverd. Ja, klopt. Ja, dat is het. En je moet jezelf ook continu blijven afvragen van, heb ik genoeg skills? Want kijk, er zijn heel veel mensen die 1 miljoen doen. Het is een interessante getal, maar 10 miljoen is al, dat wordt al wat leuker. Dat is al wat lastiger. Er zijn weinig die 10 miljoen halen. En de 100 miljoen, het is echt 0,01% die daar ooit een keer gaat komen. En dat maakt het echt, dat zijn echt leuke dingen om over na te denken. Ja. Waar moet je aan? Er zijn minder boeken over. En ben je ook? Ja. En ben je ook bereid, soort van? Ben je ook tevreden als dat niet lukt? Heb je dan gewoon ontdekt hoe ver jij kan als ondernemer? Ja, ik zal niet tevreden zijn, nee, want ik denk dat ik mezelf continu zou. Ik ben de hele dag mezelf vragen aan het stellen en. En daar zoek je dan antwoorden op. En ik denk dat als iemand anders het gedaan heeft, en ik heb intussen ook wel een bepaalde vertrouwen in mezelf, dat ik een bepaalde talent heb wat weinig mensen hebben qua het opbouwen van het bedrijf en noem het maar op.
ik kan wel de goede dingen doen. Dus ik weet dat ik daar een keer ga komen. En als dat niet lukt, dan zal ik mezelf wel echt heel veel vragen stellen. Ja. Zou je dan ook niet, zou je dan soort van met een onvoldaan gevoel de wereld uitstappen, denk je? Ja. Ja? Ja, dat, ja, nee, maar dat is iets waar niet veel over gepraat mag worden, toch? Omdat mensen denken, ja, maar je bent al succesvol, waarom kan je niet daar gewoon tevreden mee zijn? Maar jij zegt wel echt van, ja, als ik dat grote doel niet haal, dan zou ik wel gewoon echt ontevreden zijn met wat ik uiteindelijk neergezet heb. Kijk, ik heb, niet om groot te praten, maar ik heb nu wel al iets opgebouwd dat als ik er niet meer zou zijn vanaf vandaag, dan zal het echt nog wel 30 jaar mezelf kunnen onderhouden. En als ik het nu zou verkopen, dan zou ik heel lang echt heel goed kunnen leven. Maar daar op den duur draait het niet meer om dat soort dingen. Het is... Ik denk dat het echt een bepaalde verlangen is die heel diep in je zit. Dat je de beste wil zijn, dat je verder wil, dat je groter wilt. En ik vind, heel veel mensen willen het juist klein houden. Maar ik ben dus ook mezelf continu aan het afvragen. Van, ben ik nu nog steeds de juiste CEO? Ben ik nog steeds de juiste leider? Zijn er dingen wat ik moet verbeteren om naar een volgende niveau te gaan? En ten koste van alles wil ik gewoon groeien. Ja, ja. Is dat, daar spreken we natuurlijk wat minder over, maar je leest, dat is belangrijk, je leest de juiste boeken, informatie gebruiken eruit. Nu zeg je ook, ik stel mezelf vragen. We hebben dat ook eerder gezien bij andere ondernemers, dat ze zichzelf vragen stellen. De gemiddelde persoon of ondernemer, die luistert nu wel wat meer podcasts en zo zie je. Maar je ziet weinig ondernemers die eventjes een uurtje apart houden, elke dag, om na te denken over de vragen die ze hebben en hoe ze die kunnen oplossen. Gewoon letterlijk met pen en papier voor zichzelf gaan zitten of Remarkable. En dan zulke shit gaan uitschrijven. Als ik zo een beetje naar je luister, doe jij zoiets wel? Je denkt wel, je stelt zelf wel hele specifieke vragen en los ze dan op. Ja, klopt. Want wat ik zeg, we zijn de afgelopen 2 jaar vooral continu het bedrijf opnieuw aan het opbouwen. En als je niet heel veel gaat nadenken waar je staat, waar je naartoe wilt en wat gaat er goed, wat kan er beter, dan kun je geen problemen constateren. Dus ik ben wel continu aan het kijken van, hey, wat doen we goed, wat kan er beter en waarom doen we het goed of waarom kan het juist beter. Dus het blijft wel echt een daarin een... leuke, dat is het leuke, denk ik, aan ondernemen. Het blijft een spel. Bro. Ja. Doe je dingen als meditaties en affirmaties en dat soort dingen? Ik heb het wel gedaan. Ik heb het wel gedaan, mediteren. Ik doe het nu niet meer. Ik probeer, kijk, mediteren is niks anders dan even je hoofd uitschakelen. En dat kan je, meditatie kan ook zijn sporten. Dat je daarin helemaal opgaat. En dat doe ik wel. Of juist even je hoofd helemaal uitschakelen met even niet te veel aan dingen denken waar je de hele dag aan denkt. Even tot jezelf komen. En ik denk dat je dat echt dat echt heel belangrijk is. Want op den duur sta je te lang onder druk en dat voel je gewoon. En dan ga je ook problemen niet meer goed kunnen zien en je creativiteit gaat afnemen. Dus dat is heel belangrijk. Mediteren dus, een beetje lezen. Zijn er nog andere dingen die je zegt van standaard ondernemer, volg een beetje bepaalde, want je hebt een Rockefeller habits voor je organisatie, maar wat meer persoonlijke habits waarvan je zegt van die zijn wel goed om je verder te ontwikkelen als ondernemer. Ik denk dat een van de belangrijkere skills die je moet ontwikkelen, maar die je ook wel een beetje moet hebben, is een stukje discipline. Hè? Dat je ongeacht of je zin hebt of je dat leuk vindt of niet, dat je het wel blijft doen. En verantwoordelijkheidsgevoel, kijk, dat ontbreekt bij heel veel mensen. En het is discipline, verantwoordelijkheidsgevoel. En ik denk ook continu openstaan voor nieuwe dingen. Ja, dat zijn echt wel skills die je gewoon moet blijven ontwikkelen om... Het is ook wel heel lastig om even in één zin, in één keer uit te leggen. Ja, snap ik. Ja. Maar dat zijn wel een aantal dingen wat super belangrijk zijn. Ja. Ja. En het is natuurlijk niet zo dat het... Kijk, voor wat we net noemen, denk ik wel dat het belangrijk is voor iedere ondernemer. Maar natuurlijk voor iedere ondernemer, maar zijn eigen reis.
En sommige ondernemers die houden van een hele strikte planning. En andere mensen zeggen van ik wil ineens mijn doel opschrijven, want dat geeft me te veel stress. Ik wil gewoon lekker gaan met de flow en wat allemaal gaat komen. Klopt. Maar het is natuurlijk vanuit jouw eigen perceptie hoe jij het zelf hebt ervaren. Dus dat is het belangrijkste. Ik heb ook wel echt heel erg ervaren dat er is geen waarheid. Er is niet één waarheid dat je zegt van je moet zo doen en dan moet je dit doen en je moet deze skills en ik heb juist heel veel boeken gelezen van ondernemers die juist heel tegenstrijdig zijn. De ene zegt, ik ging elke dag om 6 uur uit bed of om 5 uur. Super succesvol, multimiljardair. De andere zegt, ik sliep elke dag uit tot 11 uur. Super succesvol, multimiljardair. Dus kijk, er is niet één waarheid. En ik denk dat het proces is wat het ook mooi maakt. Dat je voor jezelf moet gaan ontdekken, waar liggen mijn krachten? En hoe ga ik deze reis maken? En hoe ga ik het doen? Ja. Ja, leuk man. Mooi. Ja. Ik denk dat hele duidelijke woorden zijn om mee af te sluiten. Ik zie dat we alweer op een uurtje zitten. Nice. Baksik, allereerst heel erg bedankt voor je tijd. Jullie ook bedankt. Ja, heb je misschien nog vragen aan ons? Dat is altijd zo niet. Ook ja, ik was dus benieuwd wat jullie doen. Hè. Ik volg jullie ook al een tijdje, maar... Ja. Ik heb meegekregen. Je hebt het ook in het begin even goed verteld. Ja. Met jullie YouTube agency. En ga vooral zo door. Precies. We zien elkaar bij de 100 miljoen, zou ik zeggen. Is goed. Juist, ja, precies. Zeker. Gaan we doen. Top. Goed, man. Hey, hartstikke bedankt. Sowieso voor je tijd. Thanks. Voor iedereen die gekeken heeft. Allereerst, volg Baksik op Instagram. Je kunt hem vinden op @Baksik. En dan volgens mij je achternaam ook nog, hè? Martirosian. Ja, goed juist. Onthouden. Okay, ja, dat staat ergens hieronder ook gewoon in de beschrijving. Want ik weet niet of iedereen dat direct goed getypt gaat krijgen. Verder, vergeet niet te abonneren. En dan zeggen wij altijd nog één ding. En dat is... Fuck gurus, wij zijn lotgenoten. Dankjewel voor het kijken. Let's go. Peace.